Oké, maar dan komen we wel langs Poetska. Dus dan lopen we eerst een stuk noord en wat dan wat met Poetska? Een stuk west. Wat is met Poetska? We zijn in het dorpje waar jullie moesten gaan liggen en waar jullie op een heel groot open weiland en waar ik toen even snel het dorp in ging om te gaan checken. Ja, maar we moeten dan dus naar het oosten, hè? Ja, maar we lopen eerst een heel stuk naar het noorden en dan een stuk naar het oosten. Het eerste staat druk op X. Of gewoon C. Jongens, ik vind dat we dit fucking goed hebben gedaan. Ja, vorige keer deden we echt een uur erover. Maar op zich... Fucking sick, jongen. De vorige keer was best wel pro gewoon op zich. Ja, vorige keer was echt zo'n operatie. Dit was echt gewoon... YOLO! Leroy Jenkins! Yeah. Luc, waarom moest ik nou weer op X drukken? Nou kijk, omdat het dan wat stealth was, maar ik kom er net achter dat die allemaal zombies zijn. Dus. Ja, ja, sukkel. Wat ben jij? Ben je sukkel, Victor? Wat is je moeder? Wat was je moeder? Ben jij degene die langzaam loopt, Tirza? Wat? Ben jij degene die langzaam loopt? Ja, omdat ik van Luc op X moest gaan klikken. Ja, oké, nou dan... Je kan nu weer op C doen. Ja, dat heb ik al gedaan. Ik kon al lang op C. Okay, ik heb een paar leuke dingen. We kunnen hier ergens naar het westen kunnen we kijken of we een helikopter kunnen pakken. Oeh. Ja, maar we hebben die propeller dus niet meer. Nee, ik weet waar een bikeje is, ik weet waar de auto is en Een bike, dat is vet! Maar dan moeten we terug waar ik net die 35 zombies heb geleurd. Laat maar. Ja, echt. En misschien een auto. Tirza die heeft best wel... Die heeft ook ik heb gasoline, dus dat is goed. Ja, dus dan zouden we best wel een auto kunnen fixen. Een auto kunnen chillen overal. Ja, op zich, op zich. Maar daar hebben we echt 4 wielen voor nodig. En die wielen die zijn echt fucked. Wow, heb je serieus 4 wielen nodig voor een auto? Nee, Victor, want er kan ook 1 wiel stuk zijn, dan heb je maar 1 nodig. Je kan ook 2 wielen stuk zijn, dan heb je maar 2 nodig. Je moeder heeft 2 wielen nodig. Wat? 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 Nou, oké, dit gaat tot Jossen. Maar ik denk dat we eerst naar het kasteel toe gaan. Daar liggen vet veel dingen zoals eten en drinken en weet ik veel. Ook tassen, Toon. Wat? Liggen er ook tassen? Denk je? Ja, vaak wel. Dat is wel chill, want ik zou wel een grotere tas willen. Ja. Ik bedoel, Luc op geen grotere tas hoor, nee. Ik wil weer een chick zijn. Nu ben ik weer een boys, net als ik een chick. Hé jongens, ik moet heel veel drinken, dus ik ga even wat drinken. Nou zeg! Victor, jij hebt een Makarov. Nee, die heeft... ik heb een Makarov. En ik heb een water bottle. Dus ja, maar ik heb een volle water bottle. Heeft iemand 2 computers? Computer? Ja. Wat? Tirza, kan jij de computer achter je aanzetten? Achter mij? Wat? Dus zeg maar de computer van Erik, zodat je ongeveer kan checken waar we heen lopen. Want ik heb namelijk een water bottle en ik weet toevallig dat er waterpunten zijn in deze hele wereld waar je gewoon die water bottle kan refillen. Dan kan je oneindig drinken. Ja. Maar ik heb ook inderdaad wel een grotere tas nodig, want ik heb fucking veel ammo en ik heb best wel veel achtergelaten. Ja. Ik heb op zich nog best wel wat plek in normale shit. Ik heb namelijk echt standaard ammo, KSVK ammo. Wat kaas? Kaas? Heb je kaas? Heb je kaas? Luc, ja? Wat voor rounds gebruik jij in je... Makarov merk gebruikt hij. En die andere, nee dat weet ik niet. Ik gebruik 2-round pellets en 2-round slugs, dat past er allebei in. Oh, en geen 15-round 18-8 slugs? Gewoon kaliber 12 gauge. Wacht, wil je dan heel even kijken of je deze kan gebruiken? Kun je even een stukje hierheen komen? Hier. Ja, hoor. Alleen Luc bedoel ik. Oh, nou zeg. Hey Tirza, hoi. 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 Jammer dat je nu geen vrouw bent. Ja, ik zie ze, maar dan moet je even... die vrouwen zijn vet lelijk anders, dus op zich boeit het niet echt. Ja, oké. Ze maken gewoon niet uit of je een vrouw of een man bent, dus... Nee, echt. Ik zie ze wel. Maar als ik dan toch een man ben, ben ik wel een ginger. Dit is wel verleidelijk, hè, kijk. Hoppa. Oh ja, ik heb ze. Wauw. Wil je even checken of je die kan gebruiken? Even zien... Hoppa. Ik kan er maar 2 hebben. Even zien, Toon. Ja, ik neem die andere terug dan. Ja, die kan ik gebruiken. Even zien. Dit is er 2. Oh, nu mag ik er een paar terug, want ik gebruik ze zelf ook in mijn Winchester. Luc? Ja, wacht even. Wacht, ja, ik snap het niet. Want hij zegt dat ik 4 fucking ammo heb. 2 semi, 2 slurk. Oh, wacht. Wow, wat slim. Ik heb zeg maar de 15 round 1866 slugs nodig. 15 round 1866? Wat je met G kan doen, is gewoon je drugs opzij. Victor, flikker op. Ja, flikker op, ga weg. Hey, wil je kogel in je krop hebben, leuk? Hey. Jongens, weet je dat straks ook... Ga maar achter. Weet je wat we straks ook kunnen doen? We kunnen straks door een fucking grote stad gaan rennen. Dat is fucking leuk. Beter gaan we eerst gewoon naar het kasteel toe. Toon, wat is de site van die map ook alweer? Want Google Victor, godverdomme. Victor, hou het wel even op. Okay. Nu kun je even die 15 round slugs op de grond leggen. Oh ja, even zien. G. Oh, hey, niet daarna kijken, homo. Wat zei je, leuk? Toon, hoe heet die site nou? Zeg even. Ja, ik zie ze, Luc. Ja? Even. Ja, en we kunnen er dan van weglopen. Maar niet uit, ik zie ze namelijk op de grond, dus dan... Zo pakken? Kerel, tril ik ofzo, of... Ja, ik kan ze nu pakken. Hey Toon, volgens mij tril ik ofzo, want als ik richt zo met mijn crossbow... Nee, dat heb ik ook, dat is gewoon zo. Victor, dan heb je painkillers nodig. Tirza, ik zoek heel even nu... Ik ga even naar mijn bureau kijken wat het was. Ah, ik tril niet heftig of zo, Toon, maar ik tril een beetje. Nee, dat heb ik ook soms, dat is gewoon zo. Nou, ik weet het niet. Wacht even, Misschien moet ik wat eten en drinken. DC? Ik weet niet. Ja. DB? Ja. .com/map. Nou, geweldig, jongens. Hey, Toon. Ja? Volgens mij is mijn bloeddruppel niet helemaal de kleur die hij zou moeten zijn. Hij is dus niet helemaal groen. Hij moet toch groen zijn ofzo, groenachtig. Fuck, Victor, is die flashing? Nee, dat niet, nee. Maar okay, Victor? Misschien is dat waarom hij een beetje trilt. Maar hij is niet heel erg ofzo. Tirza. Ja? Zit jij in game? Ja, ik ben hier. Kan je heel van naar Victor toe gaan? Wie is Victor? Ja, hier, deze, ik ben deze die hier met zijn crossbow. Met de crossbow, ja. Hier. Maar nog iets, hoe moet ik... hij is rood, mijn eetbalkje. Moet ik toch even iets eten of zo? Ja, dan moet je rechtermuisknop gewoon iets eten en dan eat. Ik ga ook nog even wat drinken en eten. Maar het maakt op zich niet heel erg uit, zeg maar, totdat je echt actie gaat ondernemen met zombies. Mm. Want wat heel kut is, je kan bewusteloos raken als je te weinig eten hebt gehad en te weinig drinken. En als je dus net in de actie bent om allemaal zombies weg te halen, dan ben je dood. Toon, ik heb Gemlight en Road Flare, maar die flikker ik gewoon weg. Is dat goed? Allebei doen. Maar ik heb geen drinken. Je hebt soda can, coke. Ja, heb je in je backpack. Je hebt de soda can. Wat je dan moet doen is G. Ja. Open bag. Ja. Een soda can aan de andere kant toe leggen. Hey jongens, volgens mij moeten we weer eten zoeken, want volgens mij hebben we niet heel veel eten meer. Ja, maar ik heb geen soda can, die heeft iemand net van mij opgedronken. Die heb ik niet opgedronken, want ik had dat rode ding. Ja, maar je hebt wel één volgens mij, ik laat maar kijken. Bij mij is het ook rood. Ik kijk bij jou en staat de soda can, coke. Tirza, ik doe wel soda can in jouw Alice pack. Oeh, wat is dit? Oh, die heb ik net gedropt, daar heb je niks aan. Als je die dropt, als je die... Tirza, jij hebt gewoon een soda can in je backpack. Huh? Als je die... Als je die gooit, dan worden we fucking gezocht door iedereen in deze hele fucking map. Hey Toon, moet ik dan ook die camlights weggooien? Ja, daar heb je niets aan. Daar heb je helemaal niks aan. Dan kun je meer ammo dragen, dat is fucking handig. Nee, camlights heb je alleen voor de nacht. No. Oké, maar ik heb wel road flare. Ja, daar heb je op zich ook niet zoveel. Zeg maar, alleen in de nacht zou je die weg kunnen gooien om zombies te alerten. Tirza, jij hebt die Alice pack. Moet je gewoon op G klikken, open bag, soda can, coke. Maar er staat nergens open bag. Onderaan? Nee, er staat er niet. Er staat rearm bedoel ik. Oké, klik op G. Jongens, dat duurt veel te lang. Klik op je bag, open bag. Soda can, aan de andere kant klikken. Hé, ik tril bijna niet meer trouwens. Daarom, dat bedoel ik. Volgens mij was dat drinken. Dat is fucking random. Ik heb net gedronken namelijk en nu... Oh, dat is het, want die was rood zei je net. Tirza, heb je? Ja. Oh, ik snap het. Een heel klein beetje, maar dat is wel meer dan normaal ofzo, ik bedoel, gewoon normaal. Volgens mij kunnen we gaan naar de kerk dan. Lego. Maar we moeten echt eten zoeken namelijk. Ja, maar dit ligt bij de kerk ligt heel vaak eten. Ja, nee, we moeten wacht op mij, ik drink even wat. Oh, oké. Baby. Maar ik heb meat, hè, ik heb meat.